hallo en welkom. Leuk dat jullie er weer zijn. Jongens, we zijn er. Content Veen. En vandaag is een hele bijzondere dag, jongens, want ik heb mijn muur aangepast. Wauw. Nee, ik heb al het hout wat normaal was, heb ik stript gemaakt, waardoor het net iets lichter is. Je kan het verschil met die muur zien. Die muur ga ik ook nog strippen, maar ja, ik weet het niet. Ik zag mijn netherportal met dit hout en toen zag ik dit hout. Ik denk... Ik vind het gewoon een stuk mooier zoals het nu is. Maar goed, leuk dat jullie er allemaal zijn. Voordat je deze video gaat kijken, is het essentieel om te liken. 3000 likes. Ik ga insane. Ik ga iets insane voor jullie vragen. 3000. Oh ja, en abonneer trouwens even. Maar goed, zoals ik net al zei, jongens. Ik heb mijn muur een beetje aangepast. Want het was eerst wat donkerder. En ik kon het niet laten. Ik wilde het gewoon doen. En ik kan het wel aan jullie laten zien hoe ik dat doe. Maar er is ook niks aan. En mijn planning voor vandaag is heel bijzonder. Ik heb namelijk 2 dingen die ik wil plannen. Namelijk 1. De hele muur moet af zijn. Gewoon compleet af. Dus dat betekent al het steen ertussen. Al het hout strippen. De laag erbovenop doen. De details erin. Ik wil hem helemaal tiptop in orde hebben. En het tweede wat ik dan wil doen is een soort pad creëren van deze ingang naar die ingang. En naar de netherportal. Niet naar het huis. Om daarna vervolgens, als ik het pad heb, wil ik dit helemaal plat maken. En dan in lagen gaan maken. Waardoor de hele stad in lagen komt. Of de hele vallei. En voor de rest is het een mysterie wat we deze aflevering gaan doen. Dat is in ieder geval wat ik echt even af wil hebben. En ik heb van René gehoord. René is namelijk online. Dat haar winkeltje weer gevuld is met steen. Oeh, maar dit is het steen. Kijk, ze heeft waarschijnlijk in de winkel zitten. We gaan wel even naar het winkeleiland. En mijn diamonds zijn alweer bijna op, jongens. Ik heb nog maar een blok en nog maar 4. Ik ben zo arm aan het worden. Het is echt insane. Het is echt niet normaal hoe arm ik aan het worden ben. En we zijn aangekomen. Laten we even gelijk kijken. Oh, al dat steen. Wow. Dat kost 1 dia per 2 stack. Dus als ik nou 1 dia, 2 dia, 3 dia, 4 dia. 1, 2, 3, 4. Hoppakee, 4 diamonds. Oh, dan heb ik lekker veel steen. Oké, dat is top. Dat is echt top. Dan heb ik 8 stacks van gekocht. Oké, deze winkel is nog dicht. En mijn winkel, misschien moet ik hem binnenkort even aanpassen. Want het loopt niet echt... het loopt niet echt soepel. Mensen kopen nog niet zoveel. Laten we het steen gelijk uitgeven. En dat in de muur. Ik hoop dat na 8 stacks... Dat gaat lang niet genoeg zijn. Is in ieder geval een goed begin. Oh, jongens. Dit gaat zoveel steen kosten, hè. Oh, mijn god. Ik ben al zoveel kwijt hieraan. Kijk, ik heb dit nog over. Op zich nog best wel veel. Maar kijk, wat ik nu pas gedaan heb. Ik heb pas dit extra laagje hier gedaan. En het moet nog zoveel gevuld worden. Het ziet er ook nog niet heel mooi uit. Omdat al die andere detailblokken er nog niet in zitten. Maar weet je wat? Ik heb een leuk iets. Ik ga allemaal blokken opmaken. En voor die tijd ben ik niet terug bij jullie. Tenzij er iets geks gebeurt. Maar dan kunnen jullie het verschil zien met nu. En nog 1, 2, 3, 4. 4, 5 en een halve stack stone. Wat het verschil gaat maken in deze muur. Tot zo! Dit is op, het steen. Alle 8 stacks zijn op. Er is progressie. Er is een beetje progressie. Het is minder dan ik had verwacht. Ik dacht dat ik aan 8 stacks wel echt heel ver kon komen. Maar ik heb deze hele kant de eerste 2 lagen gedaan. Ik heb deze hele kant de eerste 2 lagen gedaan. En ik ben zelfs aan deze kant begonnen aan de 3e laag. Maar ja, het is nog een beetje teleurstellend. Want het is nog niet helemaal zoals ik had verwacht. Ik had wel wat meer progressie verwacht, eerlijk gezegd. Maar ik kan niet maar blijven kopen van René, weet je. Ik kan maar niet blijven terugkomen en blijven uitgeven. Kan wel, maar dan ben ik op een gegeven moment gewoon... Ja, ben ik klaar, heb ik geen diamonds meer. Dus ik denk dat ik een beetje zelf moet gaan minen. Een beetje zelf moet gaan smelten. 10 stacks. Ik denk dat 10 stacks nog genoeg is om de rest op te vullen. Misschien nog iets meer dan 10 stacks. Ik weet het niet, maar oh, het kost het veel. Dus laten wij maar een epic mine sessie houden. Het hoofddoel van deze... Ik word een creeper. Van deze mine sessie is om gewoon... Ik sla ook echt mijn pickaxe. Is om gewoon kool... Ah! Nee, wacht, ik wil een cd. Is om kool te krijgen. Dat woord zocht ik. Kom, kom maar. Nee! Ah, helaas. Mission failed. Nee, het is letterlijk om gewoon kool te krijgen. Dus ik ga gewoon al het kool hakken wat ik kan vinden. Ja, en dan hopelijk niet doodgaan door de lava. Dat zou een leuke toevoeging zijn. Om gewoon niet doodgaan door de lava. Oké, we hebben inmiddels 3 stacks en 9 kool. Waardoor we gewoon lekker wat cobblestone kunnen smelten. En niet telkens maar naar René's winkeltje hoeven. Ik gun het René heel erg. Maar ik raak gewoon blut door haar winkel. Dat ik gewoon zoveel telkens bij haar nodig heb. Dus nu ga ik nog even stripminen. Zodat ik gewoon wat cobblestone heb. Dat ik dat weer om kan smelten. En dan zijn we hartstikke vrolijk. Kijk, we vinden gewoon nog meer kool. Oh mijn god, ik heb een rondje gemaakt. Ik ben weer terug bij het... Ja, oh mijn god. Ik heb gewoon legit een rondje gemaakt. Ik was gewoon aan het minen, stripminen. En ik kom ineens uit in een cave. En dit is gewoon het einde. Ik zat helemaal van... Ik moet zo meteen helemaal omhoog gaan hakken en gaan bouwen. En dan kom ik er overal uit en zo. En nu ben ik gewoon alweer terug in de cave. Waar het allemaal begon. Dus we gaan weer lekker omhoog. Oké, nu verdelen we al het kool wat we gemined hebben over alle furnaces. En dan heb ik hier allemaal cobblestone klaar liggen om gekookt te worden. Gebakken. Gesmolten. Ik denk dat dat het beste woord is. Smelten we het om naar normaal steen. En dan kunnen we verder met de muur. Maar in de tussentijd moet ik
wel wat anders gaan doen. Terwijl dit aan het smelten is. Ik kan niet gewoon voor me uit gaan staren en wachten. Dat vind ik nooit leuk. Ik moet wel productief blijven. Zo, dat zijn dan 12 stacks aan cobblestone heb ik zo meteen. Dat moet wel genoeg zijn, jongens. Dat kan niet te weinig zijn. 12 stacks. Wat ik in de tussentijd ga doen, jongens, is dit hier even een platform van maken. Het gaat er ineens heel anders uitzien. Maar dat is mijn complete intentie. Ik wil er echt even een makeover aan geven vandaag. Gewoon echt even een base makeover. Is dit nou? Huh? Wat is dit? Koning der Puppet Base Friesland. En een kist. Nee, ze hebben een beest in mijn beest gemaakt. Nee, Lorenzo, ik laat hem wel staan. Ik ben gewoon, ze hebben een geheime beest gemaakt, jongens. Friesland heeft een geheime beest onder mijn beest gemaakt. Die moeten we een keer terugpakken. We moeten een keer een geheime beest onder hun beest maken. Gelukkig hadden ze er niks in gedaan, maar het is een Puppet Base van Friesland. Onder mijn beest. Die pakken we nog wat terug. Oké, ik heb best wel veel gehakt. Het ziet er nu allemaal een beetje rommelig uit. Maar dat is niet erg. Ik ga het nu opvullen namelijk met dirt. En dan zou je denken, waarom doe je dit? Dat is precies wat ik eerder over had met mijn lagen. Ik wil hier namelijk gewoon, nu loopt het ook een beetje, ik heb het een beetje rond laten lopen. Je kan de vorm al goed zien. Kijk, hier zie je het al helemaal dat ik het aangebouwd heb. Waardoor het hier wat platter is. En dan hier uiteindelijk wil ik ook zo'n soort vorm creëren bij René. En dan moet je er met een trappetje op en heb je echt, ja, wat ik vertel, laagjes. En dan kan je hier leuk paden doorheen doen. En dan kan je daar huisjes aan bouwen. Het komt allemaal een beetje nu richting hoe ik het wil hebben, jongens. Laat ik eerst dit in ieder geval even dichtbouwen. En het is letterlijk een heel simpel concept. Dat is het leuke eraan. Het is gewoon helemaal niet heel moeilijk om te bouwen, dit voor mij. Ik kan gewoon letterlijk een paar paaltjes plaatsen. Wat stenen tussen doen. Eigenlijk een beetje net als die muur, maar dan wat simpeler, weet je. Het liefst wil ik het zelfs een beetje zoals dit doen. Deze stijl. Maar dan heb ik andesite nodig. Maar misschien kan ik het combineren met normaal steen. Maar om nou nu mijn normale steen aan dit uit te geven, geef ik het liever nog even aan dat uit. Want anders ben ik alleen maar weer dingen door elkaar aan doen. Ik denk dat inmiddels namelijk mijn steen dat wel klaar is. Laten we even spieken. Als de furnaces uit zijn, is het klaar. En ze zijn allemaal uit. Dat betekent maar één ding, jongens. En dat is dat het tijd is om gewoon al het steen eruit te halen. Oh, we hebben zelfs nog kool over. Oh, dit is goed. Dit is makkelijk. Dan weten we in ieder geval dat we nog meer kunnen smelten wanneer nodig. Weet je, we gaan gewoon gelijk nog meer steen smelten. Ik ga het toch weer nodig hebben hier. Na deze muur ook nog. Stel, dit is genoeg. Stel, het is niet genoeg. Ik heb het hierna toch weer nodig. Maar als dit niet genoeg is, is het daarna wel genoeg. En anders gebruiken we het lekker voor dit gedeelte. Overigens moeten we ook nog andesite hebben. Maar goed, jongens. We gaan al deze 12 stacks, volgens mij, gaan we opmaken. En dan zien jullie het verschil. Zo meteen. Oké, jongens. Volgens mij heb ik het af. En ik heb nog best wel veel over. Echt nog meer dan ik had verwacht heb ik over. Wat heel goed is, want dan kan ik dat gewoon weer voor andere dingen gebruiken. Maar volgens mij heb ik elk dingetje gehad. Oh mijn god, wat is het donker. Kijk nou eens, in volle glorie en overdag. Kijk, dat moeten we nog even weghalen. Maar hij is aan beide kanten is hij officieel klaar. Nou, klaar is ook een groot woord. Ik kan beter zeggen opgevuld. Volgende stap, jongens, is om al het hout te strippen. Het hout moet helemaal zoals dit worden. Want ik ben erachter gekomen dat ik dat gewoon veel mooier vind. Dat vind ik gewoon oprecht vele malen mooier. Dus laten we al het hout dat we kunnen vinden. Had ik eigenlijk voordat ik het steen erin had gedaan, besef ik nu, had ik het al eerder moeten doen. Oké, jongens, ik heb Justin gevraagd of je mij kan helpen. Want dit is wel echt een taak wat echt heel vervelend is. Dus ik zei, kan ik jou inhuren? En hij zegt ja. Dus hij komt eraan. En dan gaat hij me helpen met al deze dingen even omtikken. Moet je zien hoeveel ik er al gedaan heb. Ik ben al een tijdje bezig. En het valt in principe wel mee hoeveel ik er gedaan heb. Ik ben wel blij met het resultaat. Ik vind er vele malen. Moet je nagaan als al die details erin komen. Dan ziet het er echt leuker uit. Ik kan het wel vergelijken met de andere kant. Maar moet je zien, het valt heel erg wel mee hoeveel ik pas gedaan heb. En die hele andere kant moet nog. Kijk, zo zag het er eerst uit. En kijk, hier zitten alle stairs en zo. Die zie je veel minder aan de andere kant. Dat klopt natuurlijk. Kijk, de eerste helft is klaar. En Justin is er nog niet eens. Dus ik dacht dat het veel werk ging kosten. Maar nu ik het zo zie, valt het eigenlijk op zich wel mee. Althans, ik ben wel een tijdje bezig geweest. Dat zeg ik net ook. Maar ja, ik moet de hele andere kant nog doen. Dus tegen die tijd dat ik een beetje begonnen ben, zal Justin er vast wel zijn. En dan kan hij me goed helpen. Ja! Yeah! Hey! Hey! Oh, wat een werk. Ja! Jezus! Hey. Oké, ik heb een taak voor jou. En dat is? Kijk, zie je die prachtige muur? Het steen ziet er allemaal in, hè? Ja, fantastisch. Kijk, ja. We gaan even slapen. Maar als je me oplicht, ik weet waar je nee, woont, Nee, ik ga niet oplichten. Kijk, zie je de muur? Helemaal top, helemaal leuk. Ik ga me sowieso oplichten. Nee, ik ga niet oplichten. We gaan even zoek de verschillen doen met de andere kant. Oh, zoek de verschillen, hè? Leuk. Ja, kijk of jij de verschillen kan vinden. Au. Oké, wat is er anders aan deze kant? Zie je het? Ja. Nou, wat dan? De strips! Ja! Deze kant moet ook gestript worden. Het is heel veel werk. Zeker omdat het allemaal zo hoog is. Daarom zei ik, heb je tijd om te rechter muis klikken met mij. Dus wat doen we? Wat is de afgesproken prijs? Weet je wat? Ik sta bij jou in het krijt dan. Hoezo sta je bij mij in het krijt? Ik werk toch voor jou nu? Ja, dat is zeker toch? Ik sta bij jou in het krijt. Ja. Jij mag mij dan ook een keer voor iets gebruiken. Nu gebruik ik jou voor dit. En dan wanneer je me nodig hebt, kom ik naar je toe. Stop ik waar ik mee bezig ben, kom ik direct naar je toe. En zeg ik, waar heb jij mij voor nodig? Zal ik wat leuks vertellen? Nou?
Ik wou het serieus. Toen jij het vroeg, dacht ik, zou ik het vragen als hij mij wil helpen? Dan meen je. Nou, dan doen we dat toch op die manier. Dan help jij mij en help ik jou. Is goed. Oké, ja? Oké, ja. Dat is prima. Ja, dat is... Kijk, die knul nou goed werken voor mij. Wat een harde werken. Het is een gevaarlijk klusje, moet ik eerlijk zeggen. Ja, het is wel een heel vervelend klusje ook. En waar heb je veiligheidshesjes? Nee, je binnen is het gewoon vechten voor je leven. Kijk maar als je hier ook staat hoe groot het hier is. Het is hier echt vechten voor je leven. Justin is toch ook een harde werker, jongens. Hij is letterlijk voor mij helemaal aan het strippen. Hij is voor mij aan het strippen. Dat komt een beetje verkeerd uit. Oké, ik ga nu naar de buitenkant kijken. Want volgens mij hebben ze zoveel wel gedaan aan de binnenkant. Nu zie je dus de restjes aan de buitenkant die je niet aan de binnenkant ziet. En dat zijn er helaas nog best wel veel. Aha. Ja. Ja, dat is vervelend. Erg vervelend dit. Ja, nog hier twee. Nog twee, ja, pak jij die maar. Nee, nog drie. Er is daarboven nog eentje. Waar? Links ook. Dus ik leid je wel. De hak dia. En nu naar links. Ja, die kant op. Dat is rechts. Dat is links. Naar links. Ja. Ja. Nog verder. Ja. Nog verder, nog verder. Ik heb geen blokken meer. Nog verder. Ik heb geen blokken. En nu omhoog. Oh. Nee. Je probeerde het. Ik kom wel. Oké. Okay. Ah. Mijn schoenen! Nee, oké, dit ziet er oprecht een stuk beter uit. En we zijn volgens mij hebben we niks gemist. Het lijkt echt op een dam, hè? Het lijkt wel op een dam. Maar dat komt doordat er nog geen gras op zit aan de bovenkant. Als dat erop zit, dan is het hele damgevoel is gewoon weg. Aan beide kanten is hij nu gestript. Helemaal prima. Ja, ik vind het prima. Hier ben ik blokje mee. Even tegenkom die niet gestript is dan. Staat onze deal niet vast, kom ik jou ook niet helpen. Dan heb jij mij niet goed geholpen. Hoe werkt dat zo? Volgens mij zei je alleen maar dat we die andere kant moesten doen. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Wanneer je me nodig hebt, dan hoor ik het wel, oké? Is goed, doei. Joejoe, dankjewel. Doei. Die ook weer gebruikt. Oké, dan... Oké, dan gaan we verder. Nee, Justin heeft me goed geholpen. Ik sta wel bij hem in het krijt voor deze gunst die hij mij verleend heeft. Maar dat is helemaal niet erg, jongens. Wat we nu gaan doen is, voordat we de details erin doen, wil ik eigenlijk even de bovenkant erop hebben. Want stel, ik kom er toch niet uit qua tijd. Dan ziet het er allemaal gewoon even wat meer af uit, weet je. Dan hebben jullie in ieder geval meer progressiegevoel. Dus dat wordt lekker veel dirt gebruiken. Yay! Wat vind ik dat toch weer fijn. Dan moeten we weer dirt hakken. Het gaat bij lange na niet genoeg zijn. Maar we kunnen nog proberen hem zo vol mogelijk te gooien. Het gaat me toch een taak worden, hé. Oh, dat dirt erop gooien. Ik denk dat dat nog meer werk is dan ik verwacht. En ik verwacht al dat het veel werk is. Maar moet je zien hoeveel dirt dit gaat kosten. Kijk hoe breed het is. Dit moet helemaal met zo'n bergje al vol met dirt. Oh, wat vreselijk. Ik weet niet eens hoe ik moet beginnen. Waar moet ik beginnen? Wow, wat gaat dit veel dirt kosten, hé? Laten we gewoon in ieder geval beginnen met gewoon dit randje. Ik heb de eerste twee lijnen gedaan en het geeft me wel een beetje hoop. Zolang er nog geen sneeuw op ligt, kan ik namelijk gewoon precies zien hoeveel ik nog moet gaan gebruiken. Nou, hoeveel ik moet gaan gebruiken is wel ver gezocht, maar gewoon een beetje hoe het eruit ziet. Mijn dirt is alweer op. Ik heb nog wat extra laagjes toegevoegd aan de randjes. Je ziet het verschil goed hier. Daar steekt het allemaal uit en hier valt het nog wel mee. Maar zonder dirt kom ik gewoon niet verder. Oh my days, ik heb al zoveel gedaan. Maar toch moet ik nog zoveel doen. Ik kom wel verder dan ik had verwacht. Ik dacht dat ik nu al out of dirt zou zijn. Maar ik heb toch meer dirt bij me dan ik dacht dat ik zou hebben. Dit is het van de zijkant en je ziet het. Het begint wel echt wat leuker te worden zo. Ik kan vast, ik heel zoveel endermens tegenwoordig met grasblokken. Ik weet niet waarom, ze lopen hier altijd rond met een grasblokje. Maar daardoor kan ik alvast, voor de leukheid, 1 grasblokje platen en kijken hoe alles groeit. Wow, je ziet wel heel duidelijk het verschil nu. Dat die dirtlaag erbovenop, dat ziet er zoveel beter uit. Met die dirtlaag erbovenop, dan begint het echt gewoon zoals dit een beetje te voelen. Alleen hier heb ik hem even wat steiler omhoog gedaan. Je mag hier wel eens op vakantie komen hoor. We gaan binnenkort op vakantie naar Justin, jongens. Jullie horen het al. Kijk jongens, een zombie villager. En normaal kill ik ze altijd, maar ik denk dat het maar een keer verstandig is om ze te gaan bewaren. Dus kom maar naar binnen. Je bent van harte welkom. Kom, welkom, welkom, welkom. Laat ik eens een huisje voor jou maken. Zullen we jou in een... Ja, we gooien jou gewoon hier. In mijn oude prankhuisje van Rick. Wil je nog, wil je nog wat hebben? Iets bijzonders of zo? Heb je nog iets nodig waarvan je denkt, dit moet ik hebben nu? Wat we nu nodig hebben is een Splash Potion of Weakness en een Golden Apple. Echter heb ik geen één van die. Een Golden Apple kan ik wel zo regelen. Maar een Splash Potion of Weakness, die heb ik dan weer net niet, weet je? Oké, meneer de Zombie Villager, ik weet niet waar. Of ja, daar ben je ijzer nog. Kijk, daar staat hij. We gaan voor jou een Brewing Stand maken. En dan gaan we voor hem een Splash Potion of Weakness maken. En dan gaan we alles regelen. Ik ben helemaal bereid om deze man te converten. Ik heb een probleem en dat is, hij mag niet despannen. Dus ik ga even kijken of René een brewing stand heeft of zo. Want als zij die heeft, kan ik namelijk gewoon maken wat ik nodig heb. Volgens mij ga ik nu niet te ver. En als ik nu terugkom en hij is weg, ben ik echt boos. Oeh, René heeft het niet. Hallo? Nee, hij is gedespannen.
Nee. Oh, ik had ook niet zo ver moeten lopen. Ja, die dingen die spannen zo snel. Ik had hem eigenlijk achter me aan. Nee, dan had hij verbrand. Helaas, nou, volgende keer beter, jongens. Laat ik in ieder geval vast de spullen gaan halen voor een blazerot. Dan maak ik daarna even snel dat af. Maar ik moet die brewing stand hebben voor de volgende keer dat ik een zombie villetje tegenkom. Want anders heb ik weer hetzelfde probleem. Ik moet gewoon de spullen klaar hebben liggen om gelijk te converten. Want dit was helemaal poep wat hier nu gebeurd is. Dit was oprecht helemaal poep. Dus laten we blazers gaan zoeken. Ik kom blazers, jongens. Ja, kijk, hier is er één. Kom op, kom op, kom op. Hij dropt niks. Jawel. Yes, hij dropt één blazerot. Dat is precies genoeg. Misschien dat we nog meer moeten hebben. Nou, eentje is letterlijk genoeg. Dat is het mooie hieraan. Meer dan één heb ik niet nodig. Want dan, ja, je hebt gewoon letterlijk... Ja, trouwens, ik heb... Nee, ik heb wel meer nodig. Want ik heb ook blaze powder nodig. Dus laten we nog meer zoeken. Yay. Oh, meerdere. Au, au. Oeh. Ah! Oh god, sterf. Snel. Ik heb niet lang. Kom op. Nee, hij dropt niks. Dat is wel heel jammer. Oké, jongens, we zijn in een nieuwe fight. We hebben twee blazers gevonden. Eentje heeft wel helaas gezegevierd. Althans, die is dood gegaan. Maar oké, kom op, kom op, kom op. Auw. Geef me een blazerot. Nee, geen blazerot. Hé, hey, Jordi is gejoined. Mijn eten is op. Oh, maar deze. En ik heb nog maar 3 hartjes. Ik ga even eten stelen bij Rick. Ik ga mijn golden apple niet gebruiken, want dan ben ik mijn appeltje kwijt. Maar wat ik wel ga doen, is ik ben nu bij Rick thuis. En dan ga ik gewoon even snel wat eten stelen. En dat krijgt hij dan wel van me te goed. Rick, als je mijn video's ziet, ik steel het gewoon van je. Dankjewel voor de bestjes, Rick. Nee, 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 nee. Niet zo'n beest. Niet zo'n beest. Ja, jou heb ik echt geen zin. En jou heb ik echt geen zin. Hij heeft niet iets bijzonders gedropt, maar hij is wel dood. Kijk, ik weet toevallig, jongens, dat hier... Ik ga even voorzichtig doen met rennen. Dat hier... Kijk, hier is zo'n spanner. Oké, dat is eentje. Nee! Nee! Nog meer van dat soort beesten. Laat me met rust. Jullie wil ik helemaal niet killen. Ik kom wel een andere keer voor jullie. Ik kom voor blazers, niet voor jullie. Kijk, komt-ie. Ja, blazerot. Helemaal top. Oké, 3 blazerots. Ik ben helemaal vrolijk, jongens. Ik vind het helemaal prima. Nu snel terug naar huis. Zo'n ding voorbereiden voor de volgende keer dat er een zombie villager is. En dan gaan we volgende keer veel beter voorbereid naar de Nether. Want ik vind het allemaal veel te poep. Als ik gewoon niet ben voorbereid. Ik ben met een favoriete radiozender aan het luisteren. Welke? De ochtendshow van Twente Scout. De ochtendshow? Het is echt bijna... Het is 6:30. Hey, welkom. Kom binnen. Kom binnen, kom binnen. Dat is zeg maar de reden. Kijk, de muur is ook bijna af. Die fucking muur, ouwe, die is echt insane. Ik ben bijna klaar met de dirt bovenop. Dat ga ik zo meteen afmaken. Ik ga het vanavond in mijn stream laten zien. Nou, boeien, joh. Je hebt toch niet veel kijkers. Oké, hier komen jij. Ik mag René de cave zien, hè? Ze zegt dat ik mocht net het niet zien tot zij klaar was. Dus nu mag ik het zien. Ja. Oh, damn. Wow. Die was er altijd al. Ja, deze heb ik ook nog niet gezien, hè? Ik mocht gewoon nog niks zien. Dit is echt lijp. Wat mocht je nog meer niet zien dan? Ja, is er nog meer dan? Oeh, shit. Ja, er steekt hier altijd wat uit. Dat gaan we zo ook kijken. Maar wow, ik vind dit echt heel sick. Dat leeuwenkoppie. Ja, dat klopt. Holy shit. Heb je het echt nog nooit gezien? Ik zet ook tegen. Nee, ik wil het zien als het af is. Wow. Ah! Oh, dit is wel echt heel leuk. Dit is oprecht echt amazing. Een soort... Kijk, al die poepbeesten. Kijk, ze ook chillen hier gewoon inderdaad, jongen. Ik moet ook een basis maken voor die beesten. Ik heb denk ik echt een stuk op. Ik ga zeggen, ik ga mijn hier ook gewoon loslaten, denk ik, in de nederbasis. Hoeveel heb jij vind ik echt heel leuk. Ja, ik heb maar 3. Nee, ik ken ja. Die guy is zo naar het reven. Zeg hoe lang we al bezig zijn. Wat jij hebt. 2 muren. Ja, en hallo. Een portal. En een poort. Maar weet je hoeveel werk er in die poepmuren zit? Ja, maar wie verzint er ook zoiets? Zal er dan soms doorheen kunnen lopen? Ja, maar het is niet om mensen tegen te houden. Het is gewoon om de vallei te creëren, weet je. Nu heb ik gewoon territorium. Het is gewoon om de kingdom te laten zien. Nee, niet kingdom. Mijn territorium. Territorium. Hey, ik ga even broeien. Ik had net een zombie villager gevonden, maar ik had geen potions, zeg maar. En ik liep heel even naar het nederhuis en terug. En toen was hij gedespand. Ja. Dat was helemaal kut. Oké, ik heb suiker. Ik kan hem maken. Hoppakee. En je hebt watermelon. Watermelon. Oké, ja, die heb ik van Bram gestolen. En ik heb ook 2 diamonds van hem gestolen. Oké, als het goed is, moet het dan zo, zo, zo. En dan... Kijk, dan gaat hij brewen. Dan heb ik gunpowder nodig als het goed is. Ik ben echt een heks. Ik weet het allemaal. Als hij zo aan het converten is, ja? Lijkt net als hij een goede coke op heeft. Ja, dat hij helemaal aan de trip is, hè. Ja, ik snap wat je bedoelt. Bloep, 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 bloep. En dan hebben we gewoon, dan kan ik eindelijk die shit gebruiken. Want het was echt sad. Ik had hem hier en ik loop heel even weg en ik kom terug en het was gewoon weg. Maar daarom heb ik ze nu vast, bereid ik ze vast voor, weet je. Kijk, 4 minuten is wel prima. Maar natuurlijk, die zombies word ik helemaal gek van. Ja. Ik ook, ik weet wat je... Ik weet alleen niet waar ze zitten, maar ik word er ook gek van. Ja! Heb je ze? Ja! Maar, oh, hier, oh. Hoeveel waren het er? Bouw het gelijk even dicht hier. Nee, dan niet de furnace. De Kringspeer Musketeer. Wat een... Gast, wat? Hoe kom je aan zoveel enchantments? Mijn god. Ik loop in dat opzicht nog zo ver achter. Moet je mijn pickaxe kijken? Ik loop zo ver achter in dat opzicht. Frikandellen likken. Jezus, gast.
Gadverdamme. Echt. Ik dacht even dat ik... Nee! Nee. Weet je hoeveel dirt dit kost, dit? Dit is echt zo insane groot. Ja, ziek hè? Maar dat is niet erg. Oh mijn god! Yes. Dacht je dat het nog verder liep? Ja. Oh ja. Nee. Het is echt wel een gedoe hoor, om dit te doen. Je moet al heel goed gaan belichten hier binnen, want... Hier als hoor ik... Consistent. Nee. Is er een gat gecreëerd? Nee, mijn muur! Ga eruit! Ga weg daar! Sorry! Mijn muur! Hier, kijk. Oh, plaats er maar af en toe een paar random tussendoor als je wilt. Je hebt het toch niet opgeplaatst? Je plaatst het erop! Waarom? Nee! Heb je het overal verder random erop geplaatst? Nee, wat doe je nou? Je moet het ertussen doen, niet erop. Waar tussen? Gewoon dat je dit doet, zeg maar eentje verplaatst, vervangt. Anders krijg je van die random blokken zoals dit. Moet je naar René de Winkel? Ja, ik moet zo weer eten halen. Moet ik wel voor je halen. Hè? Huh? Bij René de Winkel? Ja, voor jou. Als je wilt. Wees maar hoe noem je dat? Mijn knecht. Je butler. Mijn butler. Kijk, daar gaat Jordi. Jordi gaat wat eten voor me halen. Hij gaat eerst even wat diamonds uit de kist pakken, zodat hij het kan pakken. Bij René de Winkeltje. Maar jongens, de dirt. Ik dacht dat ik er nooit naartoe zou komen. Maar het is gewoon af. Het is gewoon zo goed als 2 seconden. En dan is het af. Laatste paar blokjes plaats ik erop. Oh mijn god, Jordi heeft me een beetje... Oh mijn god, het laatste blokkie. Het laatste. Oh mijn god, ik gaf het ook gewoon op al. Ik had de hoop al opgegeven. Oh mijn god, wat erg dit. 1 hartje. Vreselijk. Ik dacht dat het gaat nu gebeuren ook. Ik ga dood. Maar nee, het moest nog bijna even fout gaan bij het laatste blokje. Maar jongens, hij is officieel helemaal dicht aan alle kanten. Je kan er niet meer in. Nu is het tijd voor de details. Eerst trouwens om te eten. Kijk hoeveel dirt ik nog over heb. Dat gaat echt goed van pas komen, dat dirt wat ik over heb. Maar oh my days, wat is het vol en groot hier. Ik denk dat ik het nog even een extra laagje ga geven nu ik zoveel over heb trouwens. Waardoor je hem van de onderkant nog wat iets meer ziet. Nu wachten tot het allemaal normaal gras wordt. En oh, dat gaat lang duren joh. Zo moet ik vooral lang in de buurt blijven, vaak hier zijn. Dat komt wel goed, want ik ben vaak hier bezig. En dan wordt het allemaal langzaam gras daarboven. En dan kan ik er zeg maar, normaal gras op plaatsen met boommeel. En dan kan ik er boompjes op plaatsen. Oh, wat ben ik hier blij mee. Er zit daar een gat natuurlijk. Nee, 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 kijk Enderman aan. Nee, Enderman. Genade, Enderman. Enderman, genade. Ik heb er 3 hartjes. 2,5. Genade. Ah! Oh, ik zag hem. Oh, my days. Oh, ik ben echt net op tijd. Oh. Loser, Enderman. Loser van een vent dat je bent. Ik heb eten nodig. En maar echt heel snel. Ik ga niet die meloenen opeten namelijk, want dan ben ik mijn farm kwijt. Oh mijn god, ik heb nog heel veel stone. Kijk hier. Wat? Oh, nog één. Ja, laat hem hierheen komen. Nee, wacht. Hij kan volgen naar binnen. Oh, ik heb een perfect hokje voor hem. Oh, wat nice. Eindelijk. Maar eigenlijk laat schrikken, alleen toen zag ik hem dus. Ja, toen was Snicker heel belangrijk. Goeie toeie. Heb je ook eten voor me? Want ik heb 2,5 hartje. Nou, hier naar boven. En dan gaat hij dit hok in. Welkom, villager. Jij moet niet despannen. Ik pak gelijk de spullen. Oh, hij is in één keer net op mij. Eerst de Splash Potion of Weakness moet je gebruiken. En dan de Golden Apple, toch? Heb je Golden Apple gehad? Ja, ik heb eentje. Smoke weed every day. Ja, hij is helemaal aan het trippen nu. Hij is oprecht helemaal aan het trippen nu. Maar we hebben wel een villager zo meteen. Dat zou goed zijn. Oh, je tripping, bro. Even via de zijkant controleren. We gaan even kijken hoe het met hem is. We hebben 2 leuke kamertjes voor hem. Oh, ah, nee! Hey, hallo, ja, nu kunnen we hier erin. Nee. Ja, nu kun je daar erin. Hé, hey, ga er weg! Lekker voor je. Nee! Wat doe je nou? Oké. Okay. Hallo meneer villager. Hé, hey, we kunnen alvast ruimte voor je maken. Oké, okay, meneer, blijf zitten. We gaan wat leuks voor je maken. Ik wil graag een grindpad. Hoezo een grindpad? Niemand heeft... Hij heeft je nooit verteld dat hij een grindpad wilt. Hij heeft het me nu net gezegd. Oh, dat wist ik niet, sorry. Wat kut dit. Wat doe je überhaupt? Wat is dit? Kijk wat we nog mee voor blokken hebben. Bouw een prachtig... Ah, nee! Huis. Jawel! Dat is mooi. Oh, je mond, het is jongen. Zo lelijk. Nee, dat is mooi. Oké, okay, vind je het mooi? Ik vind het mooi. Okay, terwijl Jordi onderweg is naar zijn eigen huis om even wat hout en zo op te halen en wat spullen, bouwen wij in de tussentijd even van alles om dit een leuk huis te maken voor deze knul hier. Ja! Hij is normaal! Oh, welkom, meneer villager. Jij bent... We zijn trots op jou. We gaan jou nooit meer achterlaten. Ik ben heel trots op jou. Je hebt het goed gedaan. Je hebt gevochten voor je leven. We zijn hokjes aan het maken voor hem. Ik wil hem eentje hier en eentje hier hebben. Want uiteindelijk komen er natuurlijk nog veel meer. En dan wil ik in elk hoekje wil ik zo'n villager hebben. En dan kan ik hier mijn kisten plaatsen waar ik gewoon de spullen kan gebruiken om met ze te traden en zo. Dan is dit gewoon mijn villager trade room. Kijken waar deze knul heen gaat lopen. Loop maar. Loop. Oh, nee. Oh mijn god, wat doe je? Hey, kijk, hij heeft poepzooi. Hij heeft geen goede...
Nee, ik wil wel boekjes. Ik wil eigenlijk even fortune hebben. Fortune, dat is letterlijk it. Gewoon kijken wat hij allemaal wilt. Efficiency 4. Is die wel? Die jou is voor nu wel. Efficiency 5. Hè? Het kost 1 boekie. Maar waarom kan ik hem dan niet halen? Even kijken hoor. Ja, oh, het kost 1 emerald. Kost het gewoon. Kijk, nu hebben we efficiency. Had ze flat. En nu gaan we ze wel aanpassen. Of kan er nog eentje halen voor een nee, misschien even. Dan kan je hem nu maar zeg maar niet meer veranderen. Nu zit hij vast op... Oh, oké, nou dan houden we deze op dinges, op de efficiency. Dan ga ik even nog meer dingen halen. Dan heb ik nog meer boeken nodig. Heb jij wat boeken? Of leer toevallig op zak? Hier, ik heb er gewoon 2 nu. Ik heb er 3 in totaal. Dan kunnen wij ook even snel shit gaan doen. Dit is wel echt heel nice. Eindelijk even wat goede enchantments. Best wel veel papier kon ik emeralds fixen. Zelf best wel weinig. 18 papier maar. Dus nu moet ik even sugarcane farms gaan maken. Hey, dankjewel voor het helpen. Oké, jongens. De kamer is eigenlijk zo goed als af. Dat is helemaal niet waar. Maar we hebben een villager met efficiency 5 erop. En ik heb al 3 boeken. Dus ik ga binnenkort lekker een mendingboekje van dinges halen. Van Anne. Zodat ik en een mendingdinges op mijn pickaxe kan zetten. En efficiency. Moet ik alleen nog voor hebben, dan ben ik helemaal blij. Maar we hebben dus nog een villager hier nodig met fortune. Maar voor de rest, deze villager is goedkoop, joh. We kunnen echt gewoon stacks en stacks en stacks en boeken van hem krijgen. Dus dat is helemaal goed. Verder heb ik veel te veel spullen bij me, dus ik ga even mijn spullen leeg allemaal. De kamer bouwen we wel een andere keer af. Het enige wat ik erin ga doen is even een deur, zodat er geen zombies in kunnen komen. Hoppakee. En dan bouw ik dit even dicht. Zo, hoppakee. Dan is het voor nu even veilig hier. Dan kunnen er geen beesten spawnen. Het is ook niet te donker of zo. Ik plaats nog even wat extra toortjes voor de zekerheid. Ik vertrouw er namelijk helemaal niks van. Oké, en dan gaan we volgende keer verder met deze ruimte. En dan de muur, jongens. De muur die is eigenlijk helemaal opgevuld. Volgende episode gaan we de details erin doen. Ik wilde het echt deze episode doen. Jordi heeft er een gat in gemaakt met de creeper. Mijn plan, ik wilde net iets meer van mijn muur af hebben. Maar er kwam zo'n zombie villager tussendoor. En het was toch iets meer werk dan ingeschat. Voor de rest is deze episode nu al klaar. We hebben een villager. We hebben progressie gemaakt. Het was een goede episode. Ik weet niet hoe lang het duurde, maar het was een goede episode. Dus dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer zeker even als je het nog niet hebt gedaan. Like even voor 3000 likes. Tot de volgende keer. Spreek je later. Glaasje water telt 4 flesje bier. Doei!